Sarah en Orlando, die hadden net de camera meegenomen, want die zouden gaan vloggen. Want ik had echt zoiets, ik wil verder. Sorry. Goedemorgen, het is dinsdag. Woensdag. Woensdag, ja, opa is jarig. Opa is nu, weet je het? 87 jaar alweer, hè? Je gaat echt snel dan opeens. Dus zij was nu aan het ontbijten en daarna gaan we opa even video bellen. Om te feliciteren. Echt, ik zie er echt uit als een ontplofte kalkoen. Ken je dat in de serie? Ik ben in mijn badjas. Ja, je bent als een poesje. Mauw. Zou ik opnemen? Ik hoop wat. Dat is spannend. Ik denk wel dat hij thuis is. Als hij dan wakker wordt en dan... Nou, wakker is hij wel. En dan... Wordt gewoon. Oké, ik zie er op dat beeld heel anders uit dan op dat beeld. Ja, deze is ook donker nu. Maar kijk nou maar of opa opneemt. Opa. Opa, alsjeblieft. Anders proberen we het straks gewoon weer. Misschien is hij wel boodschapjes doen. Nou, doen we het dan straks weer proberen? Ja. Ik ging net douchen en toen had Sarah eigenlijk ook al aan de lijn. Dus we hebben hem al gefeliciteerd. En Sarah die is nu met twee buurjongetjes en hun opa aan het voetballen. En ik ga even proberen op te ruimen. En ze heeft ook een broertje gebeld. Dus ze gaan zo buiten Pokémon vangen. Dat is wel lekker, dan kan ze toch even lekker buiten wandelen. Ik heb er even leuke pijnstillers in gegooid. Dus ik vond me op dit moment best wel goed even. En ik ga dus even een hoop rommel en zo wegwerken. En kijken of we het hier een beetje normaal aan kant kunnen krijgen. Want echt, dit gebeurt gewoon te weinig. En ik doe overal eigenlijk een beetje te lang over. Zo, een beetje daglicht naar binnen, dat is ook wel prettig. En ik heb in ieder geval goede muziek op staan. Dus dat is, maakt het ook altijd wel weer een stuk prettiger, man. Sarah en Orlando, die hadden net de... camera meegenomen, want die zouden gaan vloggen. Dat vond ze wel leuk. Alleen, die hadden de camera bij zich, niet meer aan de camera gedacht. En die hebben dus niet meer gevlogd. En daar hebben we gegeten. En gaan we de Hunger Games nog verder kijken? Ja. Oké. Okay. Dus, en ik heb thee gezet. De afstandsbediening ligt bij jou. Zet jij hem aan? Voor jou. En tijdens de Hunger Games gaan we zelf ook weer lekker snoepen. Mag ik nog 2 dagen? 2 dagen. We hebben net echt lang zitten kijken en we vinden het echt helemaal leuk. En nu is Marco naar bed en ik baalde zo dat hij naar bed ging. Want ik had echt zoiets, ik wil verder. Ik wil het gewoon helemaal afkijken, maar helaas... Dus, ik heb mijn editor ook al af. Alles staat weer online. Dus nu nog even thee zetten. En ik ben eigenlijk niks alleen aan het kijken nu. Misschien moet ik ook weer even een leuke serie opzoeken. Ik heb heel veel films gekeken de laatste tijd. Zo, in ieder geval een stukje vaatwassen, die was er net klaar. Ik probeer altijd wel te multitasken. Dus, anders tijd om op de vaatwasser te wachten. Of op de waterkoker. Ik probeer altijd dan dingen zo te combineren dat je niet tijdens het ene op het ander staat te wachten. En nu is het lekker tijd om... Oké, ik zit per ongeluk tegen het knopje zo aan. Sorry. En nu is het tijd om deze vlog af te sluiten. Een beetje een kortere vlog dan bedoeld, maar we hadden natuurlijk het hele gedoe met de camera even al gedoe.
Ze hadden mee en zijn het vergeten. Maar ja, daardoor mis je een heel stuk van de dag. Maar ik ga nu slapen. Morgen oud en nieuw. Dus ik hoop dat het toch een beetje een leuke oud en nieuw wordt. Al weet ik nog helemaal niet hoe we dat gaan invullen. Maar dat zie je morgen wel. Ik ga nu lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!